Zo, hele bijzondere middag deze middag. Ik zit hier in de auto met niemand minder dan Dirk Schelen. Echt waar, het is echt waar. En de auto staat in Brandevoort, in het theater van Brandevoort. We hebben een hele mooie voorstelling vandaag gehad. En ik ben erg benieuwd of de kinderen vonden het geweldig. Maar of Dirk er ook heel veel van heeft genoten, of hij het leuk vond. Dirk, wat vond jij ervan? Ik vond het superleuk. Het was echt een feestje. En iedereen stond lekker te dansen hier en te springen. En het was echt een superleuk feest. Heel enthousiast hier in Brandevoort. Ja, geweldig. Hè? We hebben echt naartoe geleefd. Want we zijn al heel lang bezig met de promotie en met mensen hier te krijgen. Maar al heel snel merkten we ook dat mensen echt heel graag hier naartoe wilden komen. Maar dat komt omdat we jou kennen van tv, toch? Dat klopt, hè? Ja, ik ben iedere schooldag op Nickelodeon te zien. Maar wat tegenwoordig wordt ook heel veel door kinderen naar YouTube gekeken. En op het Dirk Schelen YouTube-kanaal, daar staan heel veel filmpjes. Dus daar wordt ook heel veel naar gekeken. Dus ik denk dat ze daar ook van kennen. En natuurlijk van andere optredens in de buurt. Want ik ben wel eerder in Helmond geweest. Dus. Ja, dat klopt. Dat klopt. Ook bij Maria Hout in de buurt. En het Openluchttheater zijn we nog een keer komen kijken. Ja. Dus het eigen treedje door heel het land op natuurlijk. Ja. En een eigen YouTube kanaal. Dat is natuurlijk leuk, hè. Dus als je vandaag bent geweest of je kon niet komen. Dan kun je thuis wel kijken op YouTube. Dat is mooi. Ja. Op het YouTube kanaal. En volgens mij ook een eigen tv-serie. Klopt dat? Ja, op Nickelodeon. Op Stap met Dirk Schelen. Dus dat. En ik ben nu alweer nieuwe aflevering aan het maken voor een nieuwe serie. Dus ik ga binnenkort weer nieuwe liedjes doen. Dus ik maak steeds lekker nieuwe dingen. Dat vind ik ook leuk. Wat fijn om te horen. Fijn dat de kinderen die zijn heel blij, denk ik, dat ze steeds weer nieuwe dingen kunnen zien en kunnen horen en naar je toe kunnen komen natuurlijk. Ja. Als kinderen naar je toe willen komen, waar kunnen ze dan het beste kijken? Het beste op mijn website www.dirkschelen.nl. En daar staan alle optredens op. En binnenkort komen alle nieuwe optredens voor het komende seizoen erop te staan. Ik ga komende zomer doe ik zomeroptredens. Ga ik ook weer naar Maria uit, geloof ik. En, dus dat wordt natuurlijk ook weer leuk. Dan ga ik huis- en keukenavonturen doen samen met Joes. Van de aanleiding van de YouTube-serie. En dan ga ik een voorstelling maken, feest, met een echte rock'n'roll band erbij. Wow. Sinterklaasvoorstelling. Dus nou, gelukkig genoeg kans om langs te komen. Nou, en dan hopen we dat Dirk Schelen ook hier weer langs wil komen. Dat zou leuk zijn. Dat zou ik superleuk vinden. Het is een geweldig leuk theater en een leuke sfeer. Dus ik kom graag terug, ja. Denk je dat het lukt om de auto te starten? Want tijdens een voorstelling lukt het niet. Hè? Want we moeten weer verder, denk ik. Proberen. Ja, dat is goed. Ik denk dat we op stap gaan. Vroom, vroom. Op weg naar leuke dingen. Vroom, vroom. We gaan lachen, gieren, zingen. Vroom, vroom. Blijf niet staan. Vroom, vroom. Stap maar in en we gaan. Het stuur naar links. Het stuur naar rechts. Naar links, naar rechts, naar links, naar rechts, rechtdoor. Ja, zing maar lekker mee, hoor. Vroom, vroom. Op weg naar leuke dingen. Vroom, vroom. We gaan lachen, gieren, zingen. Vroom, vroom. Blijf nu staan. Vroom, vroom. Stap maar in en we gaan. Dan gaat het regenen. Zet je ruitenwissers aan. Ze gaan naar links, naar rechts. Naar links, naar rechts, stoppen maar! Want het regent niet meer en we zijn aangekomen bij Theater Brandevoort in Helmond. En het was superleuk hier! Dankjewel! Doei! Doei! En tot de volgende keer, hè!